Voor mij is een duurzame stad een stad die in balans is. En daarbij is de balans tussen people, planet en profit van belang. Dus zowel aandacht voor de mens, voor de omgeving, de natuur en ook de economische drijvers en winstgevendheid van de stad. Ten tweede is het belangrijk om korte en lange termijn ambities met elkaar te verbinden, zodat we niet vandaag de problemen van morgen creëren. Een voorbeeld daarvan is de woningbouwopgave. We hebben nu op korte termijn een grote behoefte aan nieuwe woningen. Tegelijkertijd moeten we dat ook zorgvuldig doen, zodat we die woningen ook op een klimaatbestendige en een inclusieve manier neerzetten. Dus niet te snel, waardoor we geen aandacht meer hebben voor die balans.